Hoi allemaal, welkom terug bij de vlog. Dat was dus een stukje uit mijn muziekvideo die ik zo mooi kon opnemen terwijl ik logeerde in een huis waar ik niks hoefde te doen. En niet hoefde te praten. Die stilte was in het begin een beetje ongemakkelijk, maar uiteindelijk was het zo fijn om samen met meneer Hermit in het huis te verblijven. Maar het verhaal was nog niet afgelopen. Op een morgen zei meneer Hermit tegen mij: Moest jij hier niet wat zeggen, Madeleine? Volgens mij zijn we dat de vorige keer vergeten. Oh ja, jij hebt gelijk. Ik moet op een lange reis, een hele lange reis, en ik zal niet meer terugkomen. Dus het huis is nu van jou. Zorg goed voor jezelf. Ik hoop dat je opgelet hebt hoe ik het eten klaarmaak en hoe ik het graan verbouw. Het is niet zo moeilijk. Ik denk dat je er wel uitkomt. Doei, ik ga nu weg. Daar zat ik opeens helemaal in mijn eentje in een gebied groter dan Nederland. Dat was toch wel eventjes heel erg raar. Ik had met niemand gepraat, maar toch miste ik nu iemand om me heen. Het was toch gezellig dat die oude man er bij mij was. Een paar dagen deed ik helemaal niks, maar ik moest toch echt aan de slag. Nu moest ik ook voor mijn eigen brood gaan zorgen en het graan was op, dus ik moest het huis uit en dingen gaan planten. Voorlopig is er geen tijd om drone te vliegen of te klimmen of andere hobby's, want ik moet graan inzaaien. Anders heb ik straks geen brood meer. Deze Minecraft-wereld staat op Creative,
dus de monsters kunnen eigenlijk geen kwaad doen. Toch vond ik de geluiden wel eng, vooral als ik in mijn eentje lag te slapen. Hey, is het hier nu ook donker? Hoe kan dat? Ja, een beetje sfeerverlichting. Gelukkig werd het wel elke keer weer dag. En dan gingen ze weg. Wauw, ik heb mijn eigen graan geoogst. Ik kan brood gaan bakken en een lekker visje in de oven. Lekker. Nadat ik mijn eigen brood gebakken had, voelde ik me weer een stuk beter. Ik had zin om leuke dingen te gaan doen en er wachtte mij ook nog een aangename verrassing. Hallo, ik hoor dat hier in de buurt een man woont die een kamer te huur heeft. Ken jij hem misschien? Hey, Madeleine, wat een verrassing. Kom maar mee. Dit is dus de keuken met wel twee ogen. Ja, leuk keukentje. Denk je dat we binnenkort bietensoep kunnen eten? Trots van dit huis is dit prachtige balkon. Hihi, ik ben mijn zonnebrand vergeten, maar ik kan hier lekker wel in de zon zitten, denk ik.
Wat doe jij nou weer? Pas op, dat is gevaarlijk. Denk jij dat wij ook tuinset en parasol moeten kopen of zo? Dit is de woonkamer, hier kunnen... Hé, wat een leuke boeken zijn hier. Eens even kijken of er nog boeken over elfen zijn. Welke is jouw lievelingsboek? En moet jij eens kijken, er hangen ook een boel schilderijen in dit huis. Maar misschien zou een beetje behang op de muur ook wel leuk zijn. Kom, laten wij gaan slapen. Jij moet opstaan, het is alweer 5 uur in de morgen. Waarom slaap jij zo lang? Hé, hier zijn ook mooie schilderijen, heb je die al gezien? Moet je eens kijken? Nou, ik ga alvast naar beneden. Kom maar snel, je moet opschieten. Misschien kunnen we vandaag taart gaan bakken of zo. Hé, het is al 6 uur en je bent nog steeds niet opgestaan. Wie lust de lekkere pap deze morgen? Wie lust de lekkere pap deze morgen? Hallo, ik ben pap aan het koken hoor. Ik hoop dat jij dat lekker vindt. Wiehie! Tjongejonge, die pap was lekker hoor, Madeleine. Maar ik moet wel weer wennen aan zoveel gepraat om mij heen. Uiteindelijk ben je wel beter af met wat gezelschap in deze wildernis. Maar alleen wonen is wel zo prettig af en toe. Nou jongens en meisjes, dat was dan weer de vlog van deze week. Ik hoop dat jullie het allemaal heel leuk vonden. Je kunt je subscriben op ons kanaal of je kunt een vraag stellen aan mij. Niet aan Jan, alleen aan mij. Dat doe je beneden in de commentaar. Je kan ook de duim omhoog doen. Nou, tot de volgende keer allemaal. Doei.